dit en dit, dit slappe loof, ja, dat, dat worden krieltjes, zou maar zeggen. Geen lange frieten? Nee. Wat betekent al die droogte nou voor uw oogst? Ja, dat hangt helemaal af wat het straks in augustus gaat doen. Ja. En dan de prijsontwikkeling. En als het nog even droog blijft, wat dan? Oh, dan oogsten we met z'n allen wat minder als dan de prijs 10-15% hoger is. En omdat hij vaak al contracten heeft gesloten met handelaren, kan hij niet ineens een hogere prijs vragen. Hoe die prijs van de aardappel precies verandert, vroegen we aan een bedrijf dat de aardappelhandel analyseert. Het is enorm droog, de aardappelen hebben het erg moeilijk. Wat betekent dat voor de prijs? Nou, de prijzen zijn enorm gestegen, met name de afgelopen 2-3 weken geëxplodeerd. En met elke dag dat het weer droog blijft en de weersvoorspellingen ook voor lange termijn droog blijven, ja, stijgt die markt alleen maar door. Wie gaat dat betalen, die prijsstijging? Dat is een goede vraag. Ik denk allereerst de boer gaat het betalen. We kijken al vaak naar de consumenten. Daar gaan we al gauw heen. Dat lezen we dan ook in de landelijke pers. Het frietje wordt duurder. Dat is natuurlijk links of rechtsom gaat dat ook absoluut gebeuren. Maar degene die produceert, de boer, ja, die loopt toch tegen een groot probleem aan in die zin. Die heeft bepaalde afspraken gemaakt met zijn afnemer. Dus ik denk uiteindelijk dat de rekening zal links of rechtsom ook weer bij die boeren neergelegd worden. En de consument zal binnenkort dus duurdere en kleinere patat krijgen. Maar Henk Bakker van Snackbar HJ in Lelystad maakt zich niet druk. Zorg hoeft het nog niet te zijn, de concurrentie, zover is het er niet. Maar het kan dat er minder aardappels aan de wortel zitten. En dan, dan kan de prijs omhoog gaan. En hoeveel zou dat dan kunnen gaan worden, denkt u? Weet ik niet, maar dat is, het kan zo 25 cent duurder worden. Kan. Als het nou een kleinere aardappel wordt, dan worden het ook kleinere frietjes. Is dat vervelend? Ja, dat is heel vervelend. Want de frietjes moeten groot zijn. Hoe groter de frietjes, hoe lekkerder als de friet is. Hoe kleiner de friet is, des te meer gaat er ook in de zakje zitten. Lange patatten of korte? Hans Reijnen denkt dat de echte liefhebber ook een duurder patatje zal kopen. Stel dat die nou een halve euro hoger wordt. Zou u daardoor een frietje minder eten? Gemiddelde consument niet. En u? Nou, wij eten haast geen friet.